heren, welkom en leuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Dirk en vandaag een speciaal iets. Ik ben uitgedaagd aan een challenge door Team Treklip. En dat is de 60 minuten challenge. Wie op een speelveldje binnen 60 minuten zoveel mogelijk leuke vondsten kan doen. Het is nu 10 voor 2. Ik ga zo meteen eventjes alle spullen bij elkaar zoeken. En dan zet ik echt de timer aan. En laten we snel beginnen. Dit is het veldje wat ik ga pakken. Dus ik ben benieuwd. Oké, ik heb alles bij de hand. Het is nu 13:57. Dus 14:57. Dan stoppen we en dan gaan we alles naast elkaar leggen. Ik ben benieuwd. Let's go! Die zat diep, zeg. Fanta. Nou, Team Treklip. Voor jou. Yes, de eerste. 50 centjes. Hoppa. Die blik. Ja, muntje. 5 eurocent. Ja, 50 cent. Nou, is dit? Het voelt alsof een knoop is. Ik moet zo meteen even kijken. Heel een met een oogje. Nou, zoals jullie kunnen zien is het uur voorbij. Het valt toch nog een beetje tegen met wat je vindt, zeg. Maar hier wel een leuke knoop nog. Broeksknoop. Oude broeksknoop of zo. Nou, het uur zit erop. We gaan even kijken wat ik heb gevonden. Dit is alle troep, maar dat telt dus niet mee. Daar ga je niet mee winnen. En dit zijn de leuke vondsten. Ja, dat is erg. 2 keer 50 cent. Een knoop. 5 cent. Ja, en dat ritssluiting die telt eigenlijk nog geen eens mee. Dus die bokaal die gaat misschien wel aan mijn neus voorbij.
Misschien. Weet het haas wel zeker. Maar goed, zo is het wel. Dus dit is wat je vindt in een uur op een speelveldje. Tenminste hier waar ik ben geweest. Ja, soms zit het mee en soms zit het tegen. Yes, nou dat was mijn deelname aan de challenge. Ik ben benieuwd op welke plek ik zou eindigen. Volgende week is het de beurt aan Siebe van Siebe Search Metal Detecting. Ook een heel leuk kanaal, zeker kijken. Ik wens je veel succes Siebe en ook alle andere deelnemers. Zet hem op. En dan dank ik jullie nu voor het kijken en tot snel.